roept heel veel gedachten bij me op. Allemaal mensen met een verhaal. Je ziet blikken in ogen en er zit een verhaal achter. En ik ben dan nieuwsgierig, wat is dat verhaal? Dan ben ik als journalist natuurlijk altijd nieuwsgierig naar de verhalen van mensen. Dus als ik zo'n foto zie, denk ik van ja, jij hebt een verhaal te vertellen. Ja, dat zijn de verhalen die ik ook graag wil vertellen. Dit is Habila. Ik ontmoet hem in Nigeria. Hij is door Boko Haram door zijn hoofd geschoten en overleefde dat op een wonderlijke manier. Zijn verhaal heeft mij enorm geïnspireerd.